welkom op dag 23 van de Pick Up Your Brush Pen Challenge. Voordat we van start gaan, wil ik eventjes laten zien wat de postbode heeft binnengebracht voor de webshop. Namelijk een heleboel leuke dingetjes. Nieuw in ons assortiment zijn de Pigma brushpennen van Sakura. Heel, heel fijn. Hier werk ik de laatste tijd heel erg veel mee. Ook een nieuwe lading van de Metallic Jelly Rolls. De Stardust Jelly Rolls. Lekker veel glitter. En dan ook heel populair, dat zijn die Moonlights. Ook super mooi, want die knallen echt op zwart papier. En dan natuurlijk de schetsboeken van Sakura. Waarvoor dank voor de vele bestellingen. Het zijn ook echt wel mega goeie schetsboeken. Hier werk ik dus ook eigenlijk dagelijks in. En zeker voor de Pick Up Your Brush Pen Challenge. Dus dit formaatje is al veel gevraagd geweest. Rechtop staan. Kijk hoe mooi die vogel is. En dan de grote. Die trouwens ook. En dat is de A4 formaat, mijn boek ook. Die valt trouwens ook te winnen voor de giveaway. Dus zeker liken, tag je vrienden en doe gewoon mee, want het is veel te leuk en je leert gewoon veel te veel. Pak je brushpennen, je juiste materiaal, je papierwaren en dan gaan we meteen beginnen. Tot zo! Oké, ready, set, go. De oefening van vandaag bestaat uit een typische flourishbeweging. Typisch krulletje dat heel vaak gebruikt wordt gewoon om de dingetjes wat op te leuken. Of om gewoon een mooi krulletje te plaatsen onder een zin of een quote. Dus hoe ga ik werken vandaag? Ik ga werken met mijn... hoe heb ik het nu gedaan? Ik heb mijn gewone lijnen getrokken van 2,5 centimeter. Klein beetje spatie, weer 2,5 centimeter. Maar het is best wel een grote oefening. Dus ik ga eigenlijk twee keer mijn 2,5 centimeter gaan gebruiken. Je kan variëren met de vorm. Er zijn niet echt afspraken voor. Maar we zullen simpel beginnen. Omdat we gisteren dus de S hier hebben doornomen. Zullen we misschien wat rechter starten. En dan gaan we daarna overgaan naar een meer plattere vorm. Dus... we starten eigenlijk heel simpel, dus met die S-beweging. Dus ik ga met een upstroke omhoog, een dikke downstroke. Ik kom terug, blijf doorgaan, weer een downstroke en ik eindig. Voilà, op deze manier. Dus we gaan hem nog een keertje doen, dus rechtop staand. Omdat we daar de meeste ervaring van hebben sinds gisteren. Upstroke. Klein beetje opzij. Mijn downstroke. Upstroke. Zorg weer dat die twee lijnen hier parallel blijven. Mooi uitzwaaien. Op, 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 op. Daar opzij. Downstroke. Ophalen. En uitzwaaien. Nu gaan we hem wat schuiner gaan leggen. Dus... ik ga tussen deze lijnen hier werken. En. Oké. Dus ik ga al beginnen met eigenlijk een vloeiende beweging. Dus ik ga naar beneden. Op. Weer naar beneden. Krullen. Naar beneden. Op. En krullen. En dan heb je deze vorm. Dus nu gaan we die eigenlijk dus helemaal plat. We gaan hem plat leggen. Ja, dus iets meer zwieren. Maar uiteindelijk blijft het wel hetzelfde. Dus. Naar beneden. Op. Naar beneden. Op. Naar beneden. Op. Naar beneden. En klaar. Het is niet zo simpel. Maar het gaat wel zorgen voor de vloeiendheid in je bewegingen. En, ook heel belangrijk, je gaat echt wel variëren tussen upstrokes en downstrokes. Dus het gaat hem echt vanuit je vingers gaan komen. We kunnen hem ook iets breder proberen te maken. Dus, op. Down. Omhoog. Down. Omhoog. Down. Op, down. En klaar. Ja. Dus deze oefening kun je lekker mee gaan spelen. Wat we ook nog kunnen doen, is eigenlijk die onderste iets meer, iets wat breder trekken. Dat kunnen we ook eens gaan doen. Dus op en down. Omhoog. Weer naar beneden draaien. Ik kan ook iets vroeger stoppen.
Maar je gaat dan meteen zien waar dat eigenlijk het mooie in ligt. En dat is net dan dat ze onder elkaar gaan liggen. Dus nog een laatste keer. Speel vooral met deze vorm. En laat vooral het verschil zien tussen die mooie upstrokes en die dikkere downstrokes. Ja, varieer daarin, speel daarin. Laat je spieren maar gewoon eens lekker werken en geniet vooral van het proces. Veel oefenplezier. Vergeet je werk niet te posten. Gebruik de hashtag #pickupyourbrushpen en vergeet me ook niet te taggen, zodat ik jouw werk eens kan bekijken. Want dat vind ik natuurlijk super leuk om te weten dat jullie meedoen. Dankjewel!